Wat gebeurt er? Hoe smaakt dat drankje? Nou, ook die whisky bijvoorbeeld, voordat het überhaupt in het vat komt. En wat is het grote verschil na 1 jaar lagering en dan bijvoorbeeld 18 jaar? We gaan proeven, wat doet hout met moutwijn? Gaan we naar whisky, zit je op 100% moutwijn. We geven er wat meer smaak aan. En net als wat alles met je doet in het leven, is balans het belangrijkste wat je kan doen. Balans betekent dat je harmonie hebt in de kruiden en specerijen die je gebruikt.